Hoi, vandaag ga ik je laten zien hoe je deze Dragon Scale armband kunt maken. In het Nederlands heet het drakenschubben en ik heb er hier eentje in het wit, maar ik ga je laten zien hoe je deze in regenboogkleuren kunt maken. Je kunt natuurlijk ook andere kleuren uitkiezen als je dat liever hebt, want er zijn zoveel mogelijkheden. Voor deze armband heb je maar één rij met pinnetjes van je Rainbow Loom nodig, een haak, 4 C-clipjes en elastiekjes in de kleuren van de regenboog. Als je rechtshandig bent zoals ik, zorg er dan voor dat de opening van de pinnetjes naar je rechterkant staan. En als je linkshandig bent, dan draai je hem om. Pak je eerste elastiekje erbij en ik begin op dit pinnetje, maar je kunt ook op een ander pinnetje beginnen omdat het niet zo heel erg veel uitmaakt. Doe je elastiekje om het eerste pinnetje en rek hem uit en je wilt het vervolgens in een achtvorm draaien om het pinnetje ernaast. Het is heel erg belangrijk dat je het van je af draait, dus niet naar je toe. En zorg ervoor dat je dit pinnetje overslaat voordat je het volgende elastiekje toe gaat voegen. Dus we beginnen op dit pinnetje. Nogmaals, doe je elastiekje eromheen, rek het uit naar je toe. En je draait hem in een achtvorm van je af, over het volgende pinnetje heen. Zo. En dit wil je nog 2 keer doen. Dus sla 1 pinnetje over en draai weer een achtvorm van je af over de volgende 2 pinnetjes heen. Sla dan weer een pinnetje over en draai weer een achtvorm van je af over de volgende 2 pinnetjes heen. Zo ziet het er nu uit. Nu gaan we aan de tweede laag beginnen en hierin gaan we gaatjes vullen. Dus je pakt een elastiekje en je doet deze in een achtvorm tussen de 2 pinnetjes waar nog geen elastiekje tussen zit. Dus hier vullen we als het ware het eerste gaatje op. Vervolgens sla je dan het volgende pinnetje over en je doet weer een elastiekje in de achtvorm tussen de 2 pinnetjes waar nog geen elastiekje tussen zit. En dat doe je een derde keer. Nu heb je alle gaatjes opgevuld en ik voeg nog een extra elastiekje toe aan het einde, want deze armband is 8 elastiekjes breed en ik heb dus 4 elastiekjes op de onderste laag en 4 elastiekjes op de bovenste laag. Je kan dus meer elastiekjes per laag toevoegen als je hem breder wilt en minder als je hem minder breed wilt. En nu beginnen we met haken, dus pak je haak erbij en let even goed op. Je kunt zien dat op deze pin 2 elastiekjes vastzitten en op deze eerste pin zit maar 1 elastiekje vast. Hou je dus aan deze regel. Op pinnetjes waar 2 elastiekjes vastzitten, pak je de onderste elastiek vast en die haal je over de pin heen. Op de volgende pakken we dus weer het onderste elastiekje vast en die halen we over de pin heen. En zo ga je door. Soms kom je dus een pinnetje tegen waar maar 1 elastiekje om zit en die sla je gewoon over. Dat is helemaal niet erg. We gaan gewoon door met het onderste elastiekje vastpakken en die haal je over de pin heen, helemaal totdat je aan het einde bent aangekomen. Zoals je hier kunt zien is er maar 1 elastiekje om dit laatste pinnetje, dus die laat je gewoon zitten, daar doe je helemaal niks mee. En nu duw je alle elastiekjes een beetje naar beneden, want het is dan makkelijker om zo meteen je volgende laag te haken. Voor de derde laag gebruik ik weer de kleur rood. We zijn net bij de eerste laag op het allereerste pinnetje begonnen. En met de tweede laag waren we op het tweede pinnetje begonnen. Voor onze derde laag beginnen we gewoon weer aan het begin, dus je wisselt om met welk pinnetje je begint. Vanaf nu hoef je geen achtvormen meer te maken, dus je pakt je elastiekje en je doet deze gewoon om de eerste 2 pinnetjes heen. Pak je volgende elastiekje erbij en sla dan 1 pinnetje over. Zoals je hier kunt zien begin ik weer op het derde pinnetje en ga ik naar het vierde pinnetje toe. Oké. En nu pak je je volgende elastiekje erbij en je slaat weer 1 pinnetje over, dus je begint op het pinnetje ernaast. En je doet hem weer gewoon over die 2 pinnetjes heen. Sla weer een pinnetje over en je doet een elastiekje over deze 2 pinnetjes heen. Nu heb je in totaal op deze derde laag 4 elastiekjes toegevoegd. En dat is genoeg, want we doen 4 elastiekjes per laag. We beginnen nu met haken, dus pak je haak erbij. En hou je weer aan deze regel. Op elk pinnetje waar 2 elastiekjes zitten, pak je het onderste elastiekje vast. En die haal je over het pinnetje heen. En zo ga je door totdat je aan het einde bent aangekomen. En hier kan je zien dat op het allerlaatste pinnetje maar 1 elastiekje zit. Dus zorg ervoor dat je deze overslaat. Druk alle elastiekjes weer naar beneden en nu gaan we aan onze vierde laag beginnen. Maar, stel dat je bent vergeten op welke pin je ook alweer moest beginnen. Ik ga je nu een trucje laten zien hoe je erachter kunt komen waar je ook alweer was gebleven. Zorg ervoor dat je de loom van bovenaf bekijkt en trek dan aan een elastiekje. Zoals je kunt zien heb ik hier een elastiekje tussen deze 2 pinnetjes zitten. Tussen deze 2 pinnetjes zit geen elastiekje.
Daar moeten we dus nu een elastiekje aan toevoegen. Je gaat dus als het ware gewoon weer een gaatje vullen. Ik zie dat ik op deze pin moet beginnen, dus ik pak een elastiekje erbij en ik doe hem tussen deze twee pinnetjes. En zo ga ik door totdat ik 4 elastiekjes heb toegevoegd. En nu gaan we weer haken. Nou ja, je weet al hoe het moet, hè? Je slaat het pinnetje over waar maar 1 elastiekje aan vast zit. En waar 2 elastiekjes aan vastzitten, pak je het onderste elastiekje vast. En die haal je over het pinnetje heen. Zo. Ga zo door tot aan het einde. We hebben nu 4 lagen rood gedaan, dus ik ga nu verder met 4 lagen oranje. En zo ziet de armband er nu uit. Stel dat je niet weet hoe lang je moet maken, pak dan je pols erbij en duw hem even om je pols en dan weet je of die lang genoeg is. Nu wil je de armband afmaken zodat die niet uit elkaar valt. Pak het uiteinde vast van 1 kant en haal hem van het pinnetje af. En vervolgens vouw je een dubbel over het volgende pinnetje heen. Zo. Nu ga je helemaal naar de andere kant van je armband, dus weer het uiteinde. En je pakt het elastiekje vast, haalt hem van het pinnetje af en je vouwt hem dubbel over het volgende pinnetje heen. Nu pakken we dit elastiekje erbij en ik pak even mijn haak erbij, want dat is makkelijker. En je haakt het elastiekje van het pinnetje af en die doe je om het pinnetje ernaast heen. Zo. Nu zitten deze twee aan elkaar vast en je pakt het elastiekje van het volgende pinnetje vast, haalt hem van het pinnetje af en je haakt hem weer over het pinnetje ernaast. Oeh, daar heb ik even moeite mee, maar het is uiteindelijk gelukt. Nu hebben we nog 1 pinnetje over en deze kan je aan alle twee kanten haken, maar je haalt hem in ieder geval van dit pinnetje af. En ik haak hem naar links omdat ik dat persoonlijk mooier vind, want ik vind het fijner dat de twee uiteinden van de armband gelijk zijn. Zo. Het is nu nog niet veilig om de armband van je loom af te halen, want je wil eerst C-clipjes toevoegen. Dus pak je C-clipje erbij en pak je haak erbij om het even uit te strekken, want het is dan makkelijker om je C-clip hieraan vast te klippen. Zo, ik heb mijn C-clipje en als je een S-clipje hebt, dan kan dat ook gewoon. En deze klip ik hier aan vast en dan laat ik hem los. Nu ga ik naar het volgende pinnetje met de elastiekjes. En die rek ik ook weer even uit. En daar voeg ik ook een C-clipje aan toe. Zo. Clip. Makkie toch? En nu doe ik dat ook met de volgende 2. Ik heb nog een trucje om het makkelijker te maken, dus pak je C-clip en zet hem zo neer dat de opening van je C-clip naar boven wijst. Hier kun je zien dat hij al automatisch zo is gaan zitten, en op de volgende is dat ook zelfs zo gebeurd, dus het scheelt weer werk voor mij. Op het laatste clipje moest ik even friemelen om hem juist neer te zetten, maar ik vind het de moeite wel waard, omdat het gewoon zoveel makkelijker is om het andere uiteinde van je armband aan de C-clipjes vast te zetten. Nou, hier zijn niet echt regels aan verbonden, maar je wilt dus 4 clipjes aan deze kant van je armband vastzetten. Dus ik kies een elastiekje dat er een beetje uitsteekt en deze rek ik uit. En die plaats ik vervolgens over het C-clipje heen. En dit gaat gewoon heel erg makkelijk omdat de opening van de C-clip al omhoog staat en je hoeft het er alleen maar in te duwen. Zo, zie je? Nu kies ik weer een elastiekje uit en nogmaals, het maakt niet uit welk elastiekje jij kiest. Deze vind ik wel mooi en die plaats ik over het tweede C-clipje heen. En dan duw ik hem zo het clipje in en hetzelfde doe je met de volgende 2 clipjes. En nu is het veilig om de armband van je Rainbow Loom af te halen. Dus pak 1 kant van je armband vast en haal deze heel voorzichtig van het pinnetje af. Zo. En nogmaals, doe hier voorzichtig mee, want je wil niet dat je armband kapot gaat.
Jee, de armband is nu eindelijk af. Zo ziet hij eruit. Ik zal hem even om mijn pols doen. Zoals ik al aan het begin van deze video heb gezegd, er zijn zoveel mogelijkheden wat je hiermee kunt doen. Je kan bijvoorbeeld horizontale strepen maken, verticale strepen, zigzag, schuine strepen, verschillende kleuren, enzovoort. Zoals je kunt zien lijken dit ook echt op schubben en ik vind het gewoon een ontzettend gave armband. Ik hoop dat je wat aan deze tutorial hebt gehad en dan zie ik je in de volgende video. Doeg!